Beste kijkers van TV Horizon, het is kerstmis 2021 en we weten het is heel anders dan andere jaren. We mogen niet zoveel en zeker niet op kerstavond mogen we niet samenkomen in de kerk. En dit was hier bij ons in Leende in de vorige jaren altijd een heel druk bezochte viering, waarin kinderen een kerstspel hebben opgevoerd. Wat doe je als je de kinderen niet in de kerk kunt laten komen? Nou, ik heb het geluk gehad dat de kinderen van groep 5, die hebben dus dit jaar een eerste communie gedaan, dat die bereid waren om eventjes naar hier toe te komen. Ze zijn hier gekomen en we hebben samen met hen een praatje gemaakt. We hebben stilgestaan bij de betekenis van kerstmis. Want kerstmis, dat gebeurt natuurlijk in de kerk, maar je neemt het vanuit de kerk mee naar je eigen huis. En daar heb je misschien een kerstboom staan of een kerststalletje. En daar kun je ook met elkaar kerstmis vieren. Het feest van samen zijn, van gezelligheid. Het feest van dromen en verwachtingen naar elkaar toe. Dat licht van Jezus, het kerstkindje hier in ons midden, ook in ons leven mag schijnen. Ik ben heel blij dat er ook enkele leerlingen bij zijn die muziek kunnen spelen. En dan willen we Arthur als eerste zijn stukje laten spelen. En hier staan ze. Kijk nou toch eens. Kinderen van groep 5, als ik het goed heb. Heel fijn dat jullie gekomen zijn. En als ik jullie een beetje mag bekijken, dan stel ik vast, ja, jullie zouden dat kerstspel ook wel eens kunnen spelen. Maar voordat we dat gaan spelen, gaan we iets anders doen. Ik zie dat jullie hier mooi rond de kerststal staan. En dan ga ik als eerste, jij hebt de microfoon in je hand, dan ga ik eens een vraag stellen. Jullie zijn vanavond naar hier gekomen. Waarom zijn jullie eigenlijk gekomen? Voor kerst. Voor kerst. En dan mag je de volgende. Waar denken wij met kerstmis aan? Aan Jezus. En zie je Jezus ook hier? Ja. Waar is hij? Daar. Oh ja, daar. En waarin ligt hij? In een stalletje. In een kribbe. In een kribbe. In bed. In bed. En daar zit hij. In een bakje. Nou, ik zie daar iemand en die is gekleed als een... Zeg het maar eens, hoe ben jij gekleed? Mag je het in de microfoon zeggen? Schaap. Als een schaap. Wat heeft nou een schaap met het kindje Jezus te maken? Nou, ze ging in een stal en er stond ook een schaap bij. Oh, staat hier een schaap? Ja. Waar is de schaap? Hoeveel schaapjes hebben we? Nee. En nou zeg jij, nog eens, nou zeg jij een schaap, maar was er in die stal nog iets? Ook een koe en een ezel. Een os en een ezel. Zien jullie die os en die ezel? Ja. Ja, en dan mag je de andere, dan mag jij, daar waren ook herders bij, hè? Want als er schaapjes zijn, zijn er ook herders. En herders, zien we hier ook een herder staan? Ja! Waar is de herder? Heel goed, een herder vlak bij het kindje Jezus. En, ik zie hier nog iets. Wat zie ik hier? Een houtskoolvuurtje. Waarom is hier dat vuurtje, denk je?
Waarom zou hier dat vuurtje zijn? Omdat een kindje Jezus vol warm is. Om het kindje Jezus een beetje warmte te geven, dat is juist. Hè? Dan kijk ik verder naar de volgende. Ja, dan ga ik jou iets vragen. Als je nou boven de kerststal kijkt, zie je dan ook iets? Ja. Wat dan? Een engeltje. Een engeltje? Heel goed. En dan mag je naast je de microfoon geven aan het meisje naast je. Natanja. Natalka. Jij bent mooi gekleed. Ben jij een engeltje of ben je misschien iemand anders? Iemand anders. Wie ben je dan? Wie zou jij willen uitbeelden? Maria. Maria. Hé, Maria. Dan wil ik toch een vraag stellen. Maria, die had ook een man, hè? En wie was die man van Maria? Jozef. En die twee, die moesten op één keer, moesten die gaan verhuizen. Ja. Die moesten van heel ver naar Bethlehem gaan. En hoe gingen zij naar Bethlehem? Op een ezel. Op een ezel, heel goed. Nou, dan mag jij weer. En ze komen in Bethlehem aan. En is er toen plaats voor hen? Nee. En waar gingen ze toen naartoe? Naar een stalletje. Jij weet heel veel. God is fijn, dat is mooi. En in dat stalletje, wat gebeurde er daar? Daar werd Jezus geboren. Toen is het kindje Jezus geboren. En dan mag ik... Ja, vrede? Ja. En weet je ook, is dat nou heel lang geleden of niet? Wel. Wel, heel lang, hè? Maar elk jaar opnieuw vieren wij dat, hè? Ja. Dan vieren we de verjaardag van Jezus. Heel goed. Dan mag jij weer, Fem. Als ik weer kijk naar die engel, dan zie ik nog iets. Als je goed kijkt, wat zien we nog? Ster. Fem, waarom hebben we die ster? De koningen. Ja, dat die de weg wijst aan de koningen. Heel goed. Puk. Ja, we kennen jullie nog hè, van de eerste communie. Dan ga ik toch eventjes nog kijken naar hier. Naar het kerststalletje. En we zien in het kerststalletje zien we Jezus liggen. En hoe ligt de baby daar? Femke? Of Puk? Hoe ligt de baby? Een beetje uitgebaard. Met de armen wijd uit elkaar. En wat wil hij daarmee zeggen? Wat wil het kindje Jezus daarmee zeggen? Wat denk je? Koud. Dat koud is? Nee, iets anders. Als je zo doet. Nog eens een keer. Dat hij op aarde is gekomen. Dat je op aarde is gekomen. En dan nog. Wat voor een boodschap geeft Jezus mee als je zo doet? Wat denk je dan? Ja, nee, dan denk ik nog niet aan het kruis. Maar we denken ergens anders aan. Dat hij... Dat hij wat? Zal ik je helpen? Ja. Dat je welkom bent. Hij wil iedereen in zijn armen sluiten. Kijk maar eens goed naar het kindje Jezus, zijn armen wijd open. En hij zegt, jullie zijn allemaal welkom. Kom naar mij toe. Kom, ik ben het kindje Jezus. Ik wil jullie helpen. Ik wil jullie vrede brengen. Ja, en dan mag de andere, mag ik jou nog even vragen. Jij weet ook veel van Kerstmis, hè? Als ik nou zeg Kerstmis, wat doen de mensen dan met Kerstmis? Vieren. Wat? Vieren. Die vieren, heel goed. En waar vieren ze dat? Bij het kindje Jezus. Met het kindje Jezus. Daar ben ik misschien een beetje nieuwsgierig. Heb jij thuis een kerstboom? Ja. Heb je thuis ook een kerststalletje? Nee. Nee, maar goed, je hebt een kerstboom, dan heb je ook Kerstmis, hè? Hier hebben we ook kerstbomen staan, zie je dat? Ja. Goed zo, dan kom ik bij jou. Ja, dan ga ik jou ook iets vragen, want jij wist zojuist heel veel. Wij kennen mooie kerstliedjes, hè? Ja. Ken jij er ook eentje? Ja. Welk? Van O Denneboom. O Denneboom. Kun je dat zingen? O Denneboom, O Denneboom, wat zijn je takken schoon. Ik heb je laatste postje staan, toen had je echt geen lampjes aan. O Denneboom, O Denneboom, wat zijn je takken wonderschoon.
Heel mooi. En dan vraag ik aan jou. De dennenboom, dat is heel mooi natuurlijk. Maar wij denken niet alleen aan de kerstboom. Wij denken ook aan het kindje Jezus. En dan is mijn vraag. Kennen jullie ook een liedje met het kindje Jezus erin? Ik weet het niet. Jij weet het niet. Weet jij het, Bas? Niels. Niels. Stille nacht. Stille nacht. Maar dat is wel een moeilijk liedje, hè? Stille nacht. Maar we gaan iets anders zingen. Zal ik het voorzingen? Er is een kindje geboren op het dak. En is een kindje op het dak. Kwam op de adem ons alweer haal. Kwam op de adem voor ons allemaal. Wat zeggen de mensen met kerstmis tegen elkaar? Als ze een kerstwens uitspreken, wat zeggen ze dan? Vriendschap wensen. Vriendschap wensen. En wat kun je nog wensen? Ja? Fijne kerstmis. Fijne kerstmis. Puk. Een vrolijk nieuwjaar. En een vrolijk nieuwjaar. En dan ben ik eens benieuwd hoe dat in een andere taal heet. Want we hebben iemand in ons midden en die kent ook een andere taal. Hoe zeggen we dat in het Pools? En mag even de microfoon? Geef haar eens even de microfoon. Kom maar. Dan kan ze dat mooi in het Pools zeggen. Ja. Wat zeggen we in het Pools? Dobre święta. Goed. En voor het nieuwe jaar? Wat is nieuwjaar? Dobry nowy rok. Heel mooi. Heel fijn. Nou, ik vind het een compliment dat jullie gekomen zijn. En ik zeg nogmaals, kerstmis, daar vieren we in de kerk, maar ook thuis. En als de kerken dicht zijn, dan zullen we dat thuis mogen vieren. Precies op dezelfde manier. Dan kijken we naar het kerststalletje. We kijken naar de beelden. We kijken naar de engeltjes. We kijken naar de ster. En dan mogen we hopen dat alles vrede uitstraalt. En dat wij lief en aardig zijn voor elkaar. Kijk, als jij per ongeluk boos bent op iemand, dan moet je zeggen sorry. Heel goed, heel goed. En dan mogen jullie weer op je plaats gaan zitten. Kom maar. Ja, wat zie ik nou achter in de kerk? Ik zie daar drie figuren aankomen. Wie zouden dat zijn? Zeg jongens, wie zijn jullie? Hallo? Wij zijn de drie koningen. Oh, zijn jullie drie koningen? Maar waar gaan jullie naartoe? Wij bezoeken Jezus. Jullie zoeken Jezus? Maar hoe weten jullie dat Jezus hier is? Hebben jullie een tomtom of iets? Waaraan zien jullie dat Jezus hier is? Wij zien de ster. Een ster? Waar is die ster? Die hangt daarboven. Die hangt daarboven. Oh, zijn jullie naar die ster gegaan? En ik zie dat jullie iets bij je hebben. Wat hebben jullie bij je? Hebben jullie iets meegebracht? Ja. En voor wie? Voor Jezus natuurlijk. Voor Jezus. Maar Jezus ligt in dat kribbetje, hè? Ja. En ik denk dat jullie toch ook aan iemand anders hebben gedacht. En dan kom maar eens een beetje dichterbij, kom maar eens, koningen. Dan zien we hier een mooie affiche. Vul een schoenendoos voor kinderen in Gambia. Dan mogen jullie dat hier mooi neerzetten. En dan zal het kindje Jezus heel, heel erg blij zijn dat jullie dat voor het kindje Jezus hebben klaargemaakt. Heel fijn. Koningen, dank u wel. En wat willen jullie nog zeggen tegen de mensen? Die andere kinderen hebben ook iets gezegd. Wat willen jullie zeggen als koningen? Fijne kerstdagen. Heel fijn. Dank u wel.
dan mogen jullie de kaarsjes aansteken hier aan de levensboom. En met die kaarsjes denken we aan al die mensen die het met Kerstmis moeilijk hebben. Mensen die hun partner verloren hebben. Mensen die een andere dierbare verloren hebben. We willen een lichtje opsteken voor mensen die zich eenzaam voelen in deze dagen. En we willen een beetje licht brengen bij al die mensen die ziek zijn. Thuis of in het ziekenhuis liggen. We willen een lichtje ontsteken voor al die mensen die een intentie hebben opgegeven en die we niet met namen kunnen noemen. Maar we willen wel aan hen denken en een kaarsje ontsteken. Een kaarsje dat licht geeft. Want Jezus, die wil voor ons licht zijn. En dan kijken we hier naar het kerststalletje. Met onze intenties, met onze lichtjes, met onze vreugdevlammetjes. Dat jullie, drie koningen, het licht willen doorgeven. Jullie zijn koningen, jullie hebben macht, jullie kunnen wat meer dan gewone mensen. Heel fijn dat jullie dat willen doen. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze bijzondere viering. Ik ben heel blij dat de kinderen gekomen zijn. En we gaan natuurlijk niet afsluiten zonder ook nog eventjes iets te zingen. Mogen we eventjes naar jullie luisteren, want jullie hebben een mooi kerststukje. Ja, zonder voorbereiding, daar gaan we. 1, 2. Jingle bell. Thank you.